Deze week bespreken we natuurlijk weer het nieuws met mensen die prominent om de een of andere reden in het nieuws waren. Allereerst is hier Willebrord Vreken. En daarnaast EO-corrivé Andries Knevel. Welkom. Meneer Knevel, wat mij altijd opvalt aan u... Dat ik mensen niet laat uitspreken. Ja. Dat ik als het ware een manier van interviewen heb... waarbij ik geen vragen stel, maar een stelling poneer... waarop ik een bevestigend antwoord wil van degene die geïnterviewd wordt, toch? Ja. Dat ik als het ware mensen overrompel en op die manier mensen... Ja, graag. Als ik u nu even in de reden mag vallen. U valt mij in de reden. Ja. Dat zou een leuke ervaring zijn. Er is hier natuurlijk maar één iemand die mensen in de reden valt. En dat ben ik. Want anders zou natuurlijk een puinhoop worden. Maar ik begrijp waar u op zin speelt. U wilt mij waarschijnlijk het volgende bericht laten lezen. Ja, dat wilde ik laten lezen. Pim Fortuyn heeft bijna alle uitnodigingen om te debatteren afgeslagen. Hij wil alleen bij Andries Knevel aan tafel een slimme zet. Hij wil alleen bij u aan tafel. Nee, u laat mij niet uitpraten. Hij wil alleen bij mij aan tafel. Ja, mijn hemel. Goed, nou, ik spreek u straks nog even. Ik ga eerst even naar Willebrord Vreken. Ook hartelijk welkom. U zat deze week 40 jaar in het vak. Ja, dat is niet onopgemerkt gebleven. Nee. Weet, waar ben je vandaan? Nova, Newsweek, CNN? Ik wou alleen maar zeggen, u zit nu 40 jaar in het vak. Wordt het niet eens tijd om te stoppen om er een grote punt achter te zetten? Oh, hè. We hebben Jack Spijkerman weer, hè? Huh? Altijd grappen maken over een andermans hoofd heen, hè? Godverdikke me. Ik doe tenminste wat voor de mensen. In het programma van aankomende week, in de week van Willebrord, zien wij een geestelijk gestoorde achterneef van een man die jarenlang zijn kind heeft misbruikt. Ja. En die confronteren wij met zijn stiefmoeder. Daarnaast heb ik een stukje seksuele hulpverlening verleend. Want ik heb namelijk voor gezorgd dat een lichamelijk gehandicapte man eindelijk in contact kwam met een prostituee. Ja. Dat is nog een heel gedoe geweest, want daar had hij eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. Kijk. Ik wil mezelf niet vergelijken met een Jezus Christus, want dat laat ik aan andere mensen over. Maar ik kom wel akelig dicht in de buurt, ja? Nou, de enige manier waarop hij hier met Jezus Christus kan worden vergeleken is dat mensen hem graag aan het kruis genageld zouden zien. Ja. Meer aandacht voor de gehandicapte medemens. Ja, natuurlijk. Ook de minder gelukte mens is een schepsel van God. Ja. Het is niet voor niets dat wij bij elke EO Jongerendag op de eerste rij een aantal mongooltjes hebben zitten. Ja. Het feit dat je niet kunt denken wil namelijk niet zeggen dat je anderzijds niet zou kunnen geloven. Integendeel zelfs. Beweert u hier nou dat mensen met een handicap in het algemeen niet kunnen denken? Ja. Nee, u laat me niet uitspreken. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik dat nou juist niet bedoel. En ik vind dit een buitengewoon overbeurt is dat reclamemakers over de rug van gehandicapten bezig zijn om een gouden lookie binnen te halen. Terwijl ik weet precies hoe die reclamejongens werken, want ik ben zelf de PR-man van God hier op aarde. Ja, precies. Mag ik jou nou eens een kleine tip geven, Knevel? Nou, als iemand die 40 jaar in het vak zit... Moet je handen eens een keer stilhouden. Zit hij niet bij Hintz? Goed. Ja. Moment. Nou ja. Wat gebeurt er hier allemaal? Zo. Ja, ik stond al een tijdje onder aan de trap, maar niemand die de hand uitsteekt. Nee. Kunnen we op tijd beginnen, want als ik niet snel terug ben, heeft mijn paard een klip. Ja, wel. Wat mij nou frappeert, hè? Ja. Nou geloof jij in God? Ja. Maar als je dit nou allemaal ziet gebeuren daar in Israël? Ja, dat is het aloude dilemma tussen almacht en lijden. En ik zeg altijd, geloven dat is worstelen voor het aangezicht van God. Ja. Nou, als ik worstelen wil zien, kijk wel s'nachts naar SBS. Ja. Nou, ik geloof niet meer in God, hoor. Nee? Nee, ik heb iets te veel narigheid gezien. En dan laat ik mijn eigen reportage nog even buiten beschouwing. Nee, als ik dood ga en ik ga naar de hemel... Oh, dat dan weer wel? Ja, dat dan weer wel, ja. Knappe jongen die me daar weghoudt, ja. Dan check ik God als een vestje en dan zeg ik... verdomme God, waarom bent u zo af geweest? Waarom heb je dat gedaan? Niemand zegt tegen God verdomme. Ik heb nog wel leuke gadgets meegenomen. Wat is dat? Want je bent natuurlijk niet mijn grootste vriend, maar het is wel een jubeljaar. Willebrord Vreken, 40 jaar in het vak. Dus hebben we deze leuke. Nou, mooi. En dit is hartstikke leuk, moet je eens kijken. Die ken je wel, zit normaal gesproken een koe in, maar dit is... Wat ben je zo laf geweest? Wat ben je zo laf geweest? Dat zit er ook bij. En is hier bellenblaas. Nee, maar of is... En... Ja. Een hartstikke leuke sleutelhanger. Geef hem een mooi plaatsje. Alsjeblieft.
Tot zover, Kopspijkers. Dank voor uw komst. Tot de volgende week.